Stef van Groothuis, je bent specialist op de 1000, outsider op de 1500. Maar hoe benader jij de 500 van maandag? Nou ja, het is een 500 meter op de Olympische Spelen, dus dat is altijd natuurlijk een hele spannende wedstrijd. En ik ga daar mijn uiterste best in om hele snelle tijden neer te zetten. En heel reëel behoor ik niet echt tot de favorieten, zeker niet tot de favorieten of kanshebbers voor een medaille. Maar ik ga wel zo hard mogelijk rijden en dan zien we wat voor resultaten het oplevert. Maar nogmaals, ik wil zo hard mogelijk rijden, want het blijft een Olympische Spelen, ook op die afstand. Maar zie je het ook als een opwarmertje voor de 1000? Nou nee, ik zie het. Dat is het voor een deel wel, maar het is ook een zeker serieuze afstand, wat ik net zeg. Het is zeker gewoon een hele serieuze afstand. Maar het komt mij wel goed uit dat ik mag rijden voor de 1000 meter, waar natuurlijk een van de favorieten ben. En ik rij die 500 graag om. Dan zit je al in het toernooi, ben je scherp, heb je al gereden op het ijs. Dus het komt me wel goed uit. Gaat die 500 meter iets zeggen over jouw 1000 meter van 2 dagen later? Nou, dat hoeft niet per se. Ja, behalve als ik echt door het ijs zak en ik rij 37 of zo, dan denk ik dat het niet wat wordt op die 1000. Maar daar ga ik niet van uit. Nee, ik heb wel vaak ook 500's op OKT's en NK's gereden. Dat ik dan niet heel geweldig reed, 500 en vervolgens een super 1000 eruit stampte. Dus dat is niet een hele per se voorspellende factor. Maar het is altijd lekker als je goed rijdt. Wat doe jij de laatste 2 dagen voor de 500 meter? De laatste 2 dagen doen we nog een paar korte trainingen. Op zaterdag doen we dan nog een paar stadjes. Zondag doen we nog een snelle ronde, dus echt een ronde op topsnelheid. En verder is het nog gewoon 's middags een beetje uitfietsen en om de benen soepel te houden. Maar het zijn korte, intensieve prikkels en voor de rest is het op bed liggen en koffie drinken met de ploeggenoten.